Vanavond 12.352 toeschouwers. Onbegrijpelijk dat dit voor het grootste gedeelte dezelfde spelers zijn die ook zaterdagavond in Alkmaar hebben gespeeld. Die speelt tegen Smollers, een goed voetballende ploeg. De eerste 35 minuten was het echt goed. Als je wil aanspraak maken op een 3 punt hier in Zwolle, dan moet je meer brengen. Scheid en alles hebben. Quincy Menig is speler van de wedstrijd. En die neemt een aanname à la Bergkamp. Die doet een versnelling de 16 in. Die actie die moet je gewoon in het Rijksmuseum hangen. Ga in ieder geval voor die kans die je hebt. En, we hebben het in eigen hand. Welkom allemaal. Vanavond 12.352 toeschouwers. En door Becker en Menig een 2-0 eindstand. Scheidsrechter Van der Graaf gaf 2 keer geel aan NEC-spelers, aan Santos en Kane. Ja, voor ons een teleurstellende wedstrijd. Zeker als we kijken naar ons voetballend vermogen. Te angstig, te weinig met lef. Je speelt tegen Smollers, een goed voetballende ploeg. Een aantal keer al tegen mogen voetballen. Toen ging het wat beter. En ja, in de eindfase, als het om de prijs gaat, verwacht ik alleen dat ze daarin veel meer initiatief en lef tonen. Als het dan wel of niet goed gaat, dat vind ik niet eens zo belangrijk, maar ga in ieder geval voor die kans die je hebt. Dan zijn we te terughoudend geweest, te angstig, vooral in ons eigen balbezit. Veel oplossingen achteruit. Als je dan ook de doelpunten zo weggeeft als in de eerste helft, ja, dan heb je het gewoon heel erg moeilijk. Dan kun je wat wissels toepassen, werd het iets beter, iets meer naar voren toe gericht, iets meer gevaar bij J-Roy die erin kwam. Maar uiteindelijk, als je wil aanspraak maken op een 3 punten hier in Zwolle, dan moet je meer brengen. Scheid en alles hebben, vanuit je hart voetballen. We kunnen goed voetballen, alleen ja, soms moet je wat meer brengen zoals vanavond. Ja, dat hebben we niet gedaan en dan verlies je helaas terecht van een scherper en een balbezit beter Zwolle. Dat geldt voor mij, dus ik denk voor de meeste mensen die in het stadion zitten ook, dan is het echt onbegrijpelijk dat dit voor het grootste gedeelte dezelfde spelers zijn die ook zaterdagavond in Alkmaar hebben gespeeld. En ik moet zeggen, de eerste 35 minuten was het echt goed. En dan is het ook heel mooi dat je ziet waar de kwaliteit liggen van bijvoorbeeld Menig en Becker. De actie, de snelheid en nu maken ze ook allebei nog een prachtige goal. Ja, dan zijn we als team gewoon ook gewoon goed. Want in uitwedstrijden zijn we naar voren toe als team vaak heel vlak. En dat was geweldig. En ik vond het wel heel jammer. Want ik heb net nog wat beelden gezien. En Quincy Menig is speler van de wedstrijd. En die neemt een aanname à la Bergkamp. Die doet een versnelling de 16 in. Die actie die moet je gewoon in het Rijksmuseum hangen. En dan denk ik van ja, scheidsrechter beloon het dan, want het was gewoon een overtreding binnen de 16. En dan was het helemaal fantastisch was het geweest. En nu bij 2-0, we stonden in Nijmegen ook stonden we op 2-0 bij de rust en er werd gewoon 2-2. En eigenlijk speelde NEC bijna met 4 spitsen. Heel veel lange bal gezocht, met name bij hun wat meer aan de rechterkant. Bart van Hittem heeft heel wat kopduels aan moeten gaan en dan wordt het strijden en knokken en... Ja, dan zie je eigenlijk niet zo heel veel doelkansen meer, want beide ploegen die zitten elkaar heel fel op de huid en de nul gehouden. We hebben het in eigen hand. Dus dan kan ik nu ook wel zeggen dat ik die oranje shirts, die vond ik wel mooi. Jawel. De volgende thuiswedstrijd is op 8 mei thuis tegen PEC Zwolle en iedereen nog een hele tegen fijne PSV. Avond. Sorry, tegen PSV en iedereen nog een hele fijne avond. Dankjewel. Ron, bedankt voor je... Ernest. Yo. Succes. Dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Ernst, hè? Ernst, hè? Ernst, hè? Ja.